kijken naar zuurbasisreacties. En die zuurbasisreacties die kunnen we doen volgens een stappenplan. Want zoals je weet reageert een zuur met een base. Er zijn een paar stappen, drie slechts, met een aantal opmerkingen. Dus volg me. Noteer alle aanwezige deeltjes. Dus in je oplossing van de zuur en de oplossing van de base zitten deeltjes. Die moet je allemaal noteren. Maar denk vooral aan de notatie van sterk en zwakke zuren en sterk en zwakke bazen. Ja. Bepaal de sterkste zuur en bepaal de sterkste bazen. Want alleen de sterkste bazen en de sterkste zuur die reageren met elkaar. En bepaal ook de waardigheid. Dus is het een 2 of een 3 waardig zuur of bazen? Erg belangrijk. Dan het derde punt van het stappenplan. Stel de reactievergelijking op. En daar spelen alleen de deeltjes mee die reageren in de reactie. Dus alle deeltjes die niet reageren, die mag je daar weglaten. Een paar opmerkingen nog. Een zuur doneert een H+ aan een bazen. Een meerwaardige bazen neemt dus ook meer H+ op. En H3O+ geeft maar 1 H+ af en wordt daarmee dus H2O. En H3O+ wordt dus nooit een OH-ion. Oké, dan heb ik een voorbeeld. Voorbeeld 1. Salpeterzuuroplossing met natriumacetaatoplossing. En nou, je ziet met behulp van Binas tabel 66. Als we dat niet uit ons hoofd weten, kunnen we opzoeken wat salpeterzuur is. HNO3, natriumacetaat. Dat is een zout, hè? Natrium. Het positief geladen deeltje en het acetaat, het negatief geladen samengestelde ion. Nou, ik moet de deeltjes opschrijven. Een sterk zuur, dus ik noteerde H3O+ voor salpeterzuur en de NO3-, mijn zuurrestion. En voor natriumacetaat, in mijn oplossing zitten natuurlijk alleen maar natriumionen en acetaationen. Want het is een goed oplosbaar zout, want alle zouten met natriumionen zijn goed oplosbaar. Ik noteer wat is mijn sterkste zuur, dat is H3O+. Ik noteer wat is mijn sterkste bazen, dat is mijn acetaation. En dus mijn reactievergelijking is vrij eenvoudig, maar mijn zuur reageert met mijn bazen. Denk aan de toestandsaanduidingen. H3O+ doneert een H+ aan H2O, of sorry, aan CH3COO- en wordt daarmee H2O. En mijn CH3COO- accepteert dat H+ en wordt daarmee een neutraal deeltje. Ik heb hier een pluslading, daar een minlading, dus dit is een neutraal. Voor een neutrale situatie voor de pijl en na de pijl heb ik geen ladingen meer. Dus dit klopt. Ik heb een kloppende reactievergelijking. Mijn eerste zuurbazenreactie. Goed, dan nu een stapje erbij. Een tweede voorbeeld. Ik heb 80 milliliter van een HBR oplossing met een bepaalde pH 4,4. Ik heb 50 milliliter van een NaOH oplossing met een pH van 9,90. En we moeten nou de nieuwe pH bepalen. Je ziet, het is nog helemaal leeg. Wat moet ik eerst doen? Ik moet via de pH uitrekenen hoeveel H3O+ ionen heb ik. Dan moet ik via de pH, de POH uitrekenen hoeveel OH- ionen heb ik. Dan ga ik een zuurbasereactie doen waarin mijn OH- reageert met mijn H3O+. Hoeveel blijft er over? OH- of H3O+. Dat moet ik eerst uitrekenen. En daarna moet ik het nieuwe volume berekenen, want ik doe twee oplossingen bij elkaar. En dan deel ik de hoeveelheid H3O+ ionen of OH- ionen door mijn nieuwe volume. En dan reken ik daar de pH van uit. Goed, het uitwerkvoorbeeld hiervan zie je in mijn volgende filmpje. Schrijf een comment hieronder als je het niet begrijpt, als je niet weet hoe je verder moet. Probeer het echt zelf. En kijk dan pas naar het volgende filmpje. Heel veel succes. Ben je, klikken? Ga heel zachtjes typen.